We gaan nu een scan maken van de band die hier vanaf de fibula naar de tibia loopt. Dat is de tibiofibulare anterius. Het is onderdeel van de syndesmose. En daarvoor plaatsen we de probe bijna vrijwel verticaal omhoog. Dus we positioneren één kant van de probe in ieder geval op de fibula. En hoe herken je de fibula? De fibula ligt vrijwel direct onder de huid. Terwijl als je de tibia scant, dan zie je dat er altijd wat andere weefsel nog tussen ligt. Dus je begint op de fibula. Je ziet dat die direct onder de huid ligt. En dan schuif je wat op naar proximaal hier naartoe. En als het goed is, zie je dan ook de tibia in beeld komen. Nou, daartussenin ligt ongeveer die band. Dus we gaan op zoek naar een duidelijke bandstructuur. En als we dan een beetje heen en weer schuiven, op deze manier, dan zien wij hier een bandstructuur komen. Dus als ik hem even freeze, dit is de fibula, dit is de tibia, dit is de bovenbelijning van de band en de onderbelijning die loopt hier. Wat hieronder ligt ook nog een hyperreflectief weefsel, dus in dit geval wat vetweefsel, intraarticulair. En dit is dus de band. Als je het moeilijk vindt om deze positie hier te vinden, kan het soms helpen om wat meer eigenlijk naar distaal te scannen, want dan krijg je een hele handige landmark te zien. Dus ik zal het even doen. Dus als jij dit beeld ziet, hier, dat wordt ook als de piramideopname genoemd of de zinkende Titanic. Hè? Dus net het laatste stukje van de Titanic wat wegzinkt in de zee. Dat zie je hier tevoorschijn komen. Dit is de talus. En als je dan vanaf die talus een beetje opschuift, weer naar proximaal, dan zie je dat het schip zinkt. En dan kom je als het goed is op deze plek weer uit. Je kunt dan nog een klein beetje doorscannen naar boven. En als het goed is, zal de gewrichtspleet dan weer nauwer worden. En dan zie je ook geen bandstructuur meer. Ja? Dus zo scan je er overheen. En je gebruikt eventueel die talus hier als landmark. Dan weet je dat je nog wat meer moet opschuiven naar proximaal.